Ik doe meestal wat zo, een beetje de saas, een beetje dat spul een beetje in het midden. En rapen de eieren. Elke dag maakt Vin zijn rondje door de kippenren. Eieren rapen, voeren en hij checkt ook altijd of ze niet ziek zijn. Ik vind zelf dat ik er best wel veel verstand van heb. Want als deze ziek is, zie ik het gewoon. Vin begon met 10 kippen en heeft er nu 60. Maar het mogen er wat hem betreft wel 1000 worden. Hij regelt alles zelf. Van verzorging van de dieren, het berekenen van de kostprijs van de eieren tot de verkoop. En hij vindt het maar wat leuk allemaal. Nou, dat je er een zakcentje bij kan verdienen en je bent in principe baas over je eigen dieren. Ja, het is zeker een echte handelaar en onderhandelaar. Dat heb je ook nodig als ondernemer. Zo vader, zo zoon misschien? Nou, misschien kan hij het nog beter dan ik. De eieren van Vin worden al op verschillende plekken in West-Friesland verkocht. En zijn vader is dan ook apentrots op hem. Zoals het nu gaat, ik vind het knap. Als je zo jong bent en je ziet het al. Soms heeft Vin wel eens geen zin om zijn kippen te verzorgen. Maar een dagje overslaan zit er meestal niet in. Ja, nou, maar ik moet het even goed nog zelf doen. Ze laten je er niet mee wegkomen. Nee.